Ja, vandaag de winkel gesloten. Maar jullie blijven niet bij de pakken neerzitten? Nee, zeker niet. Ondanks dat corona is en de maatregelen zijn begrijpelijk. Alleen we willen als bedrijf willen we toch door. We hebben vanuit de overheid hebben we wel te horen gekregen dat we de snijbloemenverkoop buiten mogen doen. En dat hebben we dus ook door middel van een tent hebben we daar neergezet. Zodat we de gebruikelijke snijbloemenverkoop die we normaal doen, dat we dat naar buiten kunnen verplaatsen. Dat we de mensen eigenlijk helemaal coronaproof kunnen ontvangen. We hebben het heel breed en groot neergezet. Daarom hebben we ook niet bespaard in de ruimte. Want ik denk, ja, dat kunt krap neerzetten. Alleen dat is nu niet de insteek. Dat is gewoon breed neerzetten. Ook nog een stukje kerst? Nee, eigenlijk niet. We hebben kerstbomen mogen we verkopen. Dat hebben we nog. Alleen de kerst, ja, we hebben nog 10 dagen tot kerst, dus de kerst wordt wel minder. Dus we hebben maar ik bedoelde eigenlijk kerststukjes. Oh. Kerststukjes, wel wat, maar wel allemaal snijbloem gerelateerd. Dus we hebben niet meer de stolpen bijvoorbeeld, de opgemaakte stolpen, want dat mag niet. Maar we doen wel weer gewoon de snijbloem arrangementen bijvoorbeeld, wat bijvoorbeeld bij de bloemenshop hoort. En daar hebben we echt op gefocust door de bloemenshop artikelen, ja, die zetten we wel buiten neer, want dat mag. Wanneer zijn jullie open? Zelfde tijd als altijd? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 6 geopend. De koopavond zijn we gesloten. We zijn op zaterdag van 9 tot half 6 geopend. En op zondag zijn we ook gesloten. Succes! Dankjewel! Thank you.